voorstellen. En dat is Evelien Peters. We hebben haar al heel lang op ons wensenlijstje staan en eindelijk is ze er. Evelien is een van de eerste artsen die zich uitsprak met een heel mooi, krachtig, zacht geluid. En zij startte een artsenkopend collectief waar nu al duizenden artsen bij aangesloten zijn. Dames en heren, wij gaan horen over het vuur van Evelien. Evelien Peters. Allemaal. Kunnen jullie me horen ook helemaal tot achter? Keren. Ik wil Monique bedanken voor de inleiding en de burgemeester natuurlijk van Haarlem dat het nu door mag gaan. Heel dapper van hem. Eerst even een disclaimer, want dat hoort tegenwoordig, hè? Dus ik sta hier op persoonlijke titel als vrouw, als moeder, ook als arts toevallig. En mijn intentie is om niemand en niets te schaden of te kwetsen. Disclaimers zijn tegenwoordig heel belangrijk, heb ik geleerd. En dan wil ik graag beginnen. Voor mij is het een extra bijzondere dag vandaag. Omdat het precies 1 jaar geleden is dat ik een brandbrief schreef aan mijn collega-artsen, aan de medische beroepsvereniging en aan de politiek. Over maatregelen die uitgerold werden in naam van volksgezondheid. Terwijl ik die volksgezondheid naast me alleen maar zag verslechteren. En om te beginnen met de boodschap die ik jullie wil meegeven. Bij het einde te beginnen wil ik zeggen, bouw niet je eigen gevangenis. Laat je niet beperken door je eigen gedachten van iets dat zou kunnen komen. Door gedachten van angst over mogelijke beperkingen. Of onrust om je heen over vrijheden die misschien ingeperkt gaan worden. Doe dat niet. Beperk jezelf niet op basis van ideeën of gedachten. Plaats jezelf niet in een gevangenis die er niet is. Ik zal een voorbeeld geven. Best wel veel mensen om me heen laten zich nu vaccineren. En vaak vanuit de gedachte dat ze anders niet vrij kunnen zijn. Dat ze niet zullen kunnen reizen. Dat ze niet mee mogen doen. Ik vraag dan, maar ben je al tegengehouden? Ben je al ergens teruggestuurd? En zo, ja, was er dan misschien een andere mogelijkheid? Of was er een harde juridische regel waarom je niet mee mocht doen? Of kwam het voort uit het gevoel dat je zelf had, of dat anderen je gaven, dat je misschien niet mee zou mogen doen? Beperk jezelf niet door je gedachten. Let erop, want op die manier hoeft niemand anders jou te beperken als je het zelf al doet. Let erop. Vandaag gaat over vuur en over passie. Bij mij is er vorig jaar een enorm vuur aangegaan. En vaak vragen mensen naar mijn drijfveren, of ik niet boos ben, of het niet uitputtend is. Maar het mooie is dat het vuur dat in mij is aangegaan me juist enorme kracht en energie geeft. Boos ben ik op niemand. Ik maak me alleen enorme zorgen. Zorgen om de gezondheid van de mensen om me heen, om hun mentale welzijn en om de polarisatie. Maar mijn vuur blijft branden, als vanzelf. En stoppen is geen optie. Want nooit eerder werd over de hele wereld tegelijkertijd zoveel licht verschenen op onze problemen. Nooit eerder ervoeren we mondiaal gelijktijdig zo sterk dezelfde problemen en daardoor verbinding. En voor mij werden daardoor een aantal zaken kristalhelder. Mijn brandbrief in juni 2020 ging over mijn zorgen om de proportionaliteit van de overheidsmaatregelen. Corona heeft gewerkt als een vergrootglas op de problemen in onze maatschappij. Wij leven in een vastgelopen kapitalistisch systeem. Een systeem dat de mens eenzijdig als consument ziet. Waar de macht en het geld liggen bij de farmaceutische, de finance en de techbedrijven. Die de markt in stand houden en voor continue economische groei en bedrijfswinsten gaan. En wij zijn die markt. Wij moeten consumeren, wij moeten btw betalen, we moeten overwerken om de hypotheek te betalen. Terwijl een bedrijf als Pfizer het afgelopen jaar 169 miljard door Nederland heen sluisten zonder 1 cent belasting te betalen. Terwijl de cao's, onderhandelingen van de zorg en de mensen in de kinderopvang op dit moment echt muurvast zitten. En de verwachting is dat 1/3 van het MKB de komende maanden failliet zal gaan
de zorg op instorten staat in dat landschap, maakte een zorgverzekeraar vorig jaar 20 miljoen winst. Verdiende een vaccinfabrikant alleen al tot afgelopen januari 50 miljard aan verkoop van vaccins. En wist onze overheid bijna 7 miljard per maand van onze belastinggelden uit te geven aan maatregelen die een poppenkast zijn. Dankjewel. Maar we kijken terug op een jaar waar een griepvirus liet zien dat we in een schaarste model leven. Waar al jaren een pandemie verwacht werd, maar het systeem alleen maar werd uitgekleed. Waar capaciteit van zorgpersoneel het echte probleem bleek te zijn. Een jaar waarin een eigenaar van Amazon $1000 per seconde kon verdienen. Oftewel, waarin een hele kleine groep heel veel rijker werd dan ooit. En een groot deel van de maatschappij ondertussen op omvallen staat. Maar toch zie ik de huidige tijd als een geschenk. Ik ben dankbaar voor de helderheid waarmee we de echte problemen nu zichtbaar zien. Er is geen weg terug, we zullen moeten veranderen. En nu is het dus tijd voor een nieuwe definitie van groei. Waarin groei staat voor verbetering van het welzijn van jou en je omgeving om jou heen. En door onze krachten te bundelen in nieuwe collectieven, bijvoorbeeld het artsen-COVID-collectief, ontstaan broedplaatsen van positieve verandering. Er is een enorme polarisatie in de maatschappij, maar mijn vraag is, waar ligt de verbinding? En als collectief zoeken wij gezamenlijk naar doelen. Het beste voor elkaar, gezond blijven, elkaar niet schaden en naar compassie. Want al sta je rechtlijnig tegenover elkaar, toch kun je erkennen dat het gedrag van de ander voortkomt uit iets positiefs. Want gedrag heeft altijd een positieve drijfveer. Iemand probeert zichzelf of de ander bijvoorbeeld veiligheid te geven, liefde of verzorging. En als ik tegenwoordig om me heen kijk en ik zie iemand met een mondkapje op een scooter naar een hamburgertent gaan, dan zou ik boos of gefrustreerd kunnen worden. Maar tegenwoordig maakt het me dankbaar. En tegenwoordig zie ik dat de actie van die persoon voortkomt uit zijn gedrag om zichzelf te beschermen of iemand anders te beschermen. Om goed te doen, om niemand te kwetsen of gewoon om erbij te horen. En het gedrag, dat klopt niet. En dat gedrag is medisch zinloos. Maar het labelen van het gedrag van die ander op die manier maakt dat het mij geen energie kost. En ja, dat zou ook mooi zijn als meer mensen dat kunnen. Dat je daardoor geen energie kwijtraakt. Maar denkt, wat ben ik dankbaar dat jij zo goed je best probeert te doen. En dat altruïsme dat we het afgelopen jaar om ons heen hebben gezien, de mate waarin mensen bereid zijn om hun vrijheden, zelfbeschikkingsrecht en lichamelijke integriteit op te geven voor een gevoel van veiligheid van zichzelf of een ander, dat is enerzijds hartverwarmend, maar ook heel zorgelijk. Ik vraag mezelf wekelijks af, waar ligt de ethische grens van de mensen om mij heen? Wanneer zou het voor hun genoeg zijn? Wanneer gaan zij voelen dat er meer schade wordt gedaan dan goed? Dat we bijvoorbeeld te maken hebben met een seizoensvirus dat tussen mei en oktober vrijwel afwezig is? Dat de toename aan positieve testuitslagen vorig jaar vooral kwam omdat een veel grotere groep zich mocht laten testen? Dat de verandering, de stijging van het R-getal kwam omdat de berekening werd aangepast? En dat we vorig jaar in exact deze periode zelfs minder mensen in het ziekenhuis hadden als gevolg van COVID-19. En dat dus de huidige daling niet automatisch voortkomt uit de vaccinatiecampagne. Wanneer gaan mensen zien dat er met twee maten gemeten wordt? Dat een 90-jarige die overlijdt met of aan corona een slachtoffer is van de pandemie, terwijl iemand van 70 die in een maand na de vaccinatie overlijdt, dat doet door onderliggend lijden, toeval of zijn leeftijd? Dat als er goede aanwijzingen zijn voor vroege medicatieopties met middelen die al zeer lang bekend zijn, goedkoop en veilig, dat die middelen verboden worden, er kliklijnen worden geopend en dat er gedreigd wordt met boetes voor artsen die het voorschrijven. Maar dat als er een vaccin wordt uitgebracht, het niet langer dan 2 maanden onderzocht werd, miljarden kosten
en onder tijdelijke en voorwaardelijke situaties werd toegelaten tot de markt, de mogelijke bijwerkingen slecht worden gemeld en terwijl de lange termijn bijwerkingen onbekend zijn en mogelijk ernstig, er steeds verder wordt opgeroepen om gezonde mensen en kinderen in te enten voor het virus wat voor hen een verwaarloosbaar klein risico vormt. En het klopt dat de werkelijke schade van vaccinaties ten opzichte van de winst nog niet bewezen is. Maar laten we dan juist voorzichtig hiermee omgaan. Zo goed mogelijk nadelige effecten melden, zodat ze onderzocht kunnen worden. Benadrukken dat de huidige vaccins er alleen voor zorgen dat jij zelf minder ziek wordt. Ze kunnen nog niet leiden tot groepsimmuniteit. En op dit moment zorgen ze er ook nog niet voor dat je anderen niet besmet. Een vaccinatie doe je alleen voor jezelf. Laten we dan met uiterste voorzichtigheid en wijzend op vrijwilligheid, goede voorlichting, de duidelijke risicogroepen inenten en verder mensen oprecht voorlichten over hoe groot hun individuele risico eigenlijk is om corona te krijgen, er ziek van te worden of eraan te overlijden. En hoe zou de wereld er op het moment uitzien als er geen 15 maanden angstpropaganda zou zijn geweest? Als mensen waren opgeroepen om fit te blijven, weinig alcohol te drinken, veel te bewegen, tekorten aan te vullen en steun bij elkaar te zoeken? Hoe zou de wereld er nu uitgezien hebben als we de oude mens zouden hebben geëerd in zijn vrije keuze om risico te lopen? Om zelf te beslissen hoe hij de laatste periode van zijn leven zou willen doorbrengen. En hoe zou de wereld er nu uitzien als we onze jongeren hadden gesterkt in hun wetenschap dat ze gezond en sterk zijn? Als we hen hadden voorgelicht over afstand houden bij griepklachten en verder zouden hebben gestimuleerd in hun wensen om fysiek te zorgen voor kwetsbaren en ouderen. Want gedrag komt uit onszelf voort. En het afgelopen jaar heeft mij meer dan ooit geleerd dat ik bestaansrecht heb om wie ik ben. Dat ik mijn eigen keuzes maak, daarin strevend naar het beste voor mezelf en het ecosysteem om mij heen. Dat niemand beter is dan ik. Dat wij allemaal gelijke zijn. Ik heb geleerd dat de waarheid diffuus is. Maar dat het gaan staan voor je persoonlijke waarden het belangrijkste is dat een mens kan doen. Wij kunnen ons losrukken uit het huidige systeem en samen bouwen aan een toekomst waar gezondheid beloond wordt in plaats van ziekte. Waar degene die het eten verbouwt beloond wordt meer dan de leverancier. En waar de stratenmaker, vuilnisman, leerkracht en politieagent gewaardeerd wordt meer dan de managementlagen die regels bedenken maar geen waarde toevoegen aan dit systeem. En vergelijk ons met het verhaal van het jonge olifantje dat aan een ketting zit en probeert los te trekken, maar wat niet lukt. En als hij dan oud is en zich makkelijk los zou kunnen trekken, dan doet hij het niet meer. Omdat hij als jong olifantje heeft geleerd en totaal geïnternaliseerd dat het onmogelijk was om los te komen. En wij mensen blijven even plichtsgetrouw niet functionerende regels volgen, omdat we dat van jongs af aan hebben geleerd. Maar het is belangrijk om ons los te rukken en samen te bouwen aan een nieuwe wereld. En die tijd is nu. En als ik vandaag één wens aan jullie mag meegeven, dan is het om te gaan staan voor je eigen grenzen. Laat je gedachten niet je gevangenis zijn. Stap uit de hiërarchie. Zie dat jij ertoe doet. Voel dat veel beperkingen slechts voortkomen uit jezelf. Dat jij, dat iedereen nu het verschil kunnen maken door je eigen vuur te herkennen en te laten groeien. Want deze veranderingen doen we wel echt samen. Dank jullie wel.